Gio, en ik ga alvast een koffer meenemen met een paar kleine spullen. Wat is er gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. Twee bedden voor jou geregeld. Eentje voor je vriendin. Ja. Eentje voor jou. Wat is dit voor flirtgedoe dit? Ik mag toch gewoon lekker flirten met jouw vriendin? We weten nog niet zeker of we nou echt gaan samenwonen of het handig is. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, jongens. Ik sta nu in de spiegel en zit een beetje te kijken of ik weer ben aangekomen. Maar het valt wel mee, jongens. Dus ik ga eventjes op de weegschaal staan en dan ga ik even kijken hoe erg het is. 79 kilo. Dat was ik voor de vakantie ook. Dus ik ben gewoon niet aangekomen, jongens. Dat is top. Dat is top. Ik doe dus altijd gewoon warm douchen. Gewoon, dan ga ik eerst gewoon alles wassen en zo. En als ik klaar ben met douchen, dan doe ik altijd 30 seconden koud douchen. Gewoon echt de knop gewoon één keer helemaal wegdraaien. Dat het gewoon compleet koud is. En dan 30 seconden eronder staan, jongens. En geloof me, het is echt pittig op het begin, maar daarna, je gaat er zoveel profijt van hebben. Je bent gelijk wakker, je bent gelijk actief. En ik moet zeggen, ik vind het zelf ook lastig hoor. Dus ik doe het niet echt elke ochtend, maar vaak wel. Ja jongens, ik ben vanochtend dus wakker geworden met een hele goede vibe. Ik weet niet waarom, want ik voel me eigenlijk nog gewoon een beetje slecht. Ik ben nog steeds een klein beetje verkouden en een klein beetje slappig. Maar ik stond onder de douche en ik had een muziekje opgezet. Ik was Kid Laroi aan het luisteren. Dat is echt mijn favoriete artiest. En elke keer als ik zeg maar, ik weet bij mezelf dat ik me echt chill voel en dat ik gewoon lekker in mijn vel zit. Als ik zeg maar echt gewoon op een gegeven moment een beetje in mijn eentje opeens gewoon een soort van half aan het losgaan ben in de douche op een nummer. Maar ik zit in een goede vibe opeens vandaag. Ik weet niet hoe het komt en waar het vandaan komt. Maar tot nu toe, tot zover heb ik een fijn nieuw jaar al. Een koffietje in de ochtend. Als ik in mijn bed lig en ik word wakker. Het moment dat ik wakker word, heb ik gewoon al zin om lekker eruit te gaan. Lekker een kwarkje te pakken. Lekker een koffietje te pakken. Ik kan daar echt van genieten. Je moet genieten van de kleine dingen in het leven. Zoals een lekker koffietje in de ochtend. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie goede voornemens. Ik heb zelf als goede voornemen dat ik gewoon weer doorga met gezond eten en sporten. Ik wil dit jaar heel veel de studio ingaan en ook daadwerkelijk muziek uitbrengen. Ik wil meer gaan doen, meer zeg maar, meer gewoon mijn best gaan doen voor YouTube en voor andere dingen. Want ik weet van mezelf dat ik altijd ik kan gewoon heel makkelijk denken van ah ja, het komt wel. Of ja, weet je, dat gebeurt vanzelf wel. Weet je. Ik laat alles een beetje op me afkomen. Maar ik ga er nu dit jaar een keer zelf achteraan. En ik ga zelf nog meer power erin stoppen. Dus eerst was het bijvoorbeeld 70%. Nu ga ik gewoon 100%. En ook met muziek 100% knallen, jongens. En ik had jullie verteld dat in januari, eind januari, een nieuw nummer uitkwam. Gaat niet door. Het schuift iets op naar waarschijnlijk eind februari. Want ik wil het gewoon allemaal goed geregeld hebben. Net als bij de vorige releases. Maar jongens, deze wordt echt... ik heb zoveel zin in deze. Dit is echt opeens een hele... Toch een soort van volwassenere, andere track. Maar jullie moeten het zelf maar gaan luisteren. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jullie goede voornemens voor 2023. Dus laat eventjes weten in de comments. Wat zijn jullie goede voornemens? Ik ben benieuwd en ik ga ze allemaal lezen. Ik ben nu net klaar met editen. En ik ga zo richting Gio. En ik ga alvast een koffer meenemen met een paar kleine spullen. Die ik alvast bij Gio wil neerzetten. Want zoals jullie weten ga ik natuurlijk weer bij Gio wonen. Alleen, er moet nog zoveel gebeuren. Ik moet nog alles overzetten. En dat gaat echt nog wel een tijdje duren. Maar ik heb gelukkig wel alvast gewoon een paar spullen die ik alvast die kant op kan hebben. Omdat ik ze hier niet nodig heb. Dus die ga ik zo even pakken. En dan gaan we richting Rotterdam naar meneer Gio Latoy. Zo jongens, ik heb even wat spullen gepakt. Het zijn echt allemaal hele standaard spullen. Met, wat zijn het? Gewoon dingen als... Ja, gewoon dingen die ik dubbel heb. Gewoon qua kleding, truien en zo. Dat ik die daar vast neerleg. Dat als ik een keer blijf slapen of zo, dat ik daar ook altijd gewoon spullen heb. Dus alvast even een kleine voorraad richting Gio. Nou, ik ga me even omkleden, even wat water drinken en dan gaan we er vandoor. Hey, hey. Ja, let's go. Zo jongens, ik heb me even omgekleed, maar ik heb gewoon ik had een, zeg maar, hier kijk, ik heb deze gekocht in Londen, deze broek. Het is een Gymshark broek, het is gewoon zo van, ja wat voor stof is het, ik kan niet helemaal lekker uitleggen, maar hij zit wel lekker en ik dacht, waarom niet gewoon lekker een sportbroek aan vandaag jongens? Fuck it, hè? Wie houdt me tegen? Hij zit lekker, ziet er prima uit, dus let's go. Hello my beautiful car, how are you doing today? I'm gonna ride you, yes? I'm gonna open you now and then I'm gonna ride you. Dit is het nummer wat waarschijnlijk eind februari, begin maart uit gaat komen, jongens.
Wat is er gebeurd met me? Ik kom niet zo, niemand tussen. Wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Jij was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. En wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Ja jongens, holy shit. Dit nummer komt dus eind februari, begin maart uit. En ik heb hier zoveel zin in. Dit is echt het... Ik ben hier zo blij mee met dit nummer. Het is goed geschreven. Het klopt. Het is een hele soort van gekke vibe of zo. Het is nog niet heel veel in Nederland hier voor mijn gevoel. En iedereen waaraan ik het nummer laat horen, die reageert gewoon goed. Die zegt van kijk, de vorige nummers vond ik leuk. Maar na een paar keer was ik er wel weer klaar mee, zeg maar. Weet je, dan zou ik hem niet vaker opzetten. Maar dit nummer, heel veel mensen, dan laat ik hem aan diegene horen. En dan zegt ze, yo, kan je hem even naar me toe sturen? Want ik wil hem nog een keer horen. Dus dat is een goed teken. En ik ben ook zo benieuwd naar jullie reactie, jongens. Dus ja, ik ben ermee bezig. Deze week ook heb ik een meeting bij Sony weer. Bij Sony Music, Sony Laser. En dan gaan we weer praten over het aankomende jaar voor muziek. Wat we willen gaan doen. Wat ik wil gaan uitbrengen. En hoe we dat allemaal gaan fixen. Dus ik heb heel veel zin ook in die meeting. Want dat zijn altijd van die leuke, goede gesprekken. Waardoor ik heel veel motivatie krijg om weer inderdaad nieuwe muziek te gaan maken. En gewoon te pushen en te pushen en te pushen. Dus dat is top. Maar we zijn nu lekker onderweg. Naar Krimpen. Krimpen aan de lek. Daar zijn we dan aangekomen bij Gio Latoy. En Gio Latoy is de meest wereldberoemdste YouTuber en influencer. Ja, het is echt bizar. En hij heeft me uitgenodigd om een keertje te komen chillen. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon een keertje langs. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe hij in het echt is. Want ik heb hem nog nooit eerder gezien. Dus we gaan het zien, jongens. Zo, jongens. En het is ook echt niet normaal. Want ik ken hem dus zeg maar niet. En hij vroeg gelijk van, yo, wil je bij me komen wonen? Dus ik dacht, nou, hij is wel heel gastvrij. Heel gek. Nog nooit gezien, die jongen. Wat was dat? Wat was dat? Oh, je telefoon. Hij is niet kapot. Hi, Vincent. Hi, Gio. Ik vind het wel echt vet om hier een keer te zijn. Ja, hè? Ja, ik... Ik kijk namelijk altijd je vlog. Ja, snap ik. Dus ik vertel net ook in de auto dat ik het zo grappig vind om jou een keer in het echt te zien. En ook helemaal dat je ook gelijk, zeg maar, ik ken je... Je doet niet wel zo'n foto, maar weet je dat hij, deze guy, deed echt zo, hè? Ik heb hem ontmoet op Techie ooit een keer. Of dat was een Albert Heijn serie. En toen was jij nog helemaal fan van mij. Oh, ik ben niet zo, ik ben... Ja, man, je vond het fucking lauw om een Range Rover te zien toen, dat vond je helemaal cool. Ja, het was inderdaad, op dat moment vond ik het hard gewoon, maar ik deed ook YouTube, dus ik vond het wel, tuurlijk vond ik het hard. Ik was gewoon hard, je weet het. Was gewoon dik. Nu niet meer. Nee, ik was nooit fan van jou, ik bedoel, kijk naar je kop. Nee, maar ik... Huh? Ja, dat vond ik echt... Ziet er goed uit, hè? Zo, jongens, ik ga de koffer mee naar boven nemen en ik ga hem op mijn oude kamer zetten en ook gelijk mijn nieuwe kamer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee? Jeetje. Nou, kijk, weet je het wel, jongens? Ik heb wel gelijk twee bedden, dus dat is eentje voor mij. En als Ella komt logeren, eentje voor Ella. Dan hoef ik niet met Ella te... Grapje, jongens, hey. Gio? Ja? Zeg maar, het... Heel leuk dat je wil gaan gymmen, maar wat moet ik, wat moet ik nou? Ik heb twee bedden voor jou geregeld. Ja. Eentje voor je vriendin. Ja. Eentje voor jou. Ja, dat stopt. Heel veel mensen voelen nog van, ja, maar laat je Ella dan achter. Nee, die komt ook hier wonen. Ja, nou, die komt niet hier wonen, maar die komt wel ook gewoon vaak langs. Maar dan ben je, dat is wel grappig. Eerst was ik toch altijd derde wiel? Nu word jij derde wiel. Ik ga checken ook. Zo. Die ligt erop. Die ga ik niet nu uitpakken. Nee. Laat eens even zien wat je kan. Oké. Kijk, zie je deze enge games? Wacht even hoor. Zo! Dom! Oh jongens, het is wel zo fijn dat ik weer herenigd word met de Driftpoes. Knap hè? Hij is zo knap. Heb je hem gemist? Ja, ik heb hem wel gemist. Elke keer als ik ging editen, dan kwam Driffo altijd bij mij editen. Niet wegrennen, nou, ik ben over jou aan het praten, Driffo. Driffo, je hebt eindelijk even cameratijd. Ja, kom maar. Zeg altijd maar. Zit hij te zeiken dat hij me op camera wil. Hier. Zeg maar even wat. Kom, praat. Praat. Kat geeft er gewoon geen fuck om status of camera's. Of... Hoe lekker is dat eigenlijk? Gewoon helemaal niks. Zeg maar, Sniff hoeft niet elke dag op zijn YouTube studio te kijken of zijn views lekker gaan. Nee, klopt. Ja. Sniff loopt door zijn bakje zo. En dan zo, godverdomme, hij had hem niet bijgevuld. En dan... Ah.
Wat heb jij een topleven, Sniff? Ja, dan word je lekker op je kontje geklapt, zo. Oh. Ja, jongens, vanaf 1 januari is er dus een helmplicht. Je lijkt op een bij. Je lijkt gewoon op een bij. Ja, zo. Ah. Oh, idioot. Hey, wist je dat als je een helm laat vallen, dat je niet nog een keer mag gebruiken? Ja, omdat hij dan ingedrukt was aan de binnenkant. Of zo. Ja, zoiets. Maar echt een gaaf helm, zeg. Zet je even eens op. Nee, ik heb mijn haar net gedaan. Boeie, zet er eens op. Zie je hem al gaan. Wat ik zo herkend op de scooter. Maar weet je, het is, jij met petten, mutsen, hoofddeksel staat jou gewoon. Nee, gewoon echt totaal. Kijk, Snies daarentegen. Ja, Snies. Zullen we hem even op Snies zetten? Wow, dit is fucking schattig. Snies met een helmpje op. Snies op de scooter. Hey. Oh, daar is hij, jongens. De Porsche Panamera. Ik moet zeggen, dit is ook wel echt een droomauto van mij. En sowieso Porsche. Ik heb altijd gezegd Porsche GT3. Maar dat is natuurlijk wel echt wel een stuk hoger weer qua segment, zeg maar. Maar dit, jongens. Kijk eens wat een kanon, hé. Hij is wel echt fucking dik. Pik, heb je al een kras gemaakt? Nee, ja, nee, ik maak geen grap, Pik. Ik maak echt geen grap. Huh? Hier, kijk. Nee, dit kan je denk ik nog wel weghalen, hoor. Ja, dat is wel poetsbaar, denk ik. Ja, of steenslag of zo. Hè? Ik weet niet. Het viel me opeens op. Nou jongens, ik ga even een stukje rijden. Ik ben benieuwd. Hé hey, jongen, ja, je eerste meters in de Panamera. We zitten in de Panamera. Erin. Oh echt, ik dacht dat we erop zaten. Nee, we zitten erin. Nee, maar jongens, wat ik net ook al zei, GT3 is wel echt gewoon een droomauto. Maar... Dit is lekker hè? Oh. Hoppa. Oh. Hoppa. Oh, Panamera. Als je hem dan nu draait in de, even kijken, of... E-power. Volgens mij komt dan de elektriciteit erbij. Dus ik weet niet precies wat nog werkt. Ik heb dan zo'n van Boost of zo. Ja, zoiets. Oh, maar dit is wel lekker, joh. Ik ga ook sparen van Panamera. Ja? Dom. Ja, dus even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 jaar? 15 jaar of zo? Nee, hij is wel echt dik. Kijk eens eventjes. Wat een genot. Lekker, hè? Ja, ik had heel slecht ontbeten. Ik had een kwarkje op. Ik dacht, ik heb even zin in lekker veel broodjes. Dus ik heb lekker een broodje gezond en een broodje carpaccio. Ja, jij hebt ook echt en... twee broodjes gewoon. Ja, laat mij nou even. Kijk, ja, ik bedoel, kijk, jij moet ook eigenlijk twee broodjes. Zo, op. Oh. Jij moet eigenlijk ook gewoon twee broodjes nemen. Ik bedoel, jij moet nog gewoon sterk, ja, ik sterke heb man gewoon, worden. Ik heb echt goed ontbeten vanochtend. Ja, oké. Okay. Ik heb dus niet echt goed ontbeten. Nee. Dus eigenlijk is dit ontbijt en lunch in één. Om 3 uur 's middags. Ja. Lekker. En wie houdt me tegen? Niemand. Het is heel gek, jongens. Ik zit even in een groepschat met Stefan eventjes te checken naar de vluchten. Want we gaan 17... we gaan dus vliegen naar Oostenrijk, naar Innsbruck vlieg je dan. Maar we willen 17 heen vliegen en 22 terug. Maar het is heel gek, want de vluchten die Stefan doorstuurt, die staan dus bij mij, als ik het opzoek op internet, staan ze er niet bij. Dus ik ga even op de computer kijken, want op de telefoon werkt het niet. Maar jongens, ik heb daar wel echt zoveel zin in. Het wordt zo'n gekkigheid met Stefan. Die twee vrienden van hem zijn volgens mij ook hele leuke gasten. En dan met Frank Slotta. Dus dat wordt echt wat, jongens. Het wordt alleen maar gekkigheid en apres-skiën. Dus dat, ik heb daar helemaal zin in. Geen stress, het is gelukt. En het leuke ook nog is, niet gaat ook mee. Dus het wordt één gezellige boel, jongens. Ik heb er echt zin in. En wat ook nog eens is, het is goedkoper dan rijden. Want ik heb volgens mij 5 tot 4 keer getankt. Nou, dat was elke keer 100 euro, dus het was best wel duur. Op een gegeven moment was het 400 euro of 500 euro aan tank. En nu heb ik 300 euro voor een vliegticket. Dus dat is top. Dat is geen goed plan, nou. We kunnen ook in het aquarium gooien. Oh ja, dat is denk ik wel een goed idee. Ja, we zijn aan het twijfelen of we een rotje in de scheurtje moeten gooien. Zullen we even de sleutel pakken en kijken of sowieso gewoon even of we überhaupt hem in de auto kunnen leggen? Laten we dat doen. Ja. Hey, Jopie! Hey, ja. Ga jij gewoon mee op vakantie? Wij gaan op vakantie, Pik. Oh, maar jij hebt al geskiet. Ja, ik heb al gewintersport, maar we gaan gewoon nog een keer. Ja, maar hoe vind je het om met Frank en Stefan te gaan dan? Want dat zijn natuurlijk wel... Kunnen zij überhaupt skiën? Ja, Stefan volgens mij wel. En Frank ook wel, denk ik. En hij nog met twee andere vrienden van Steve. En die kunnen het volgens mij ook wel goed. Dus het wordt een gezellige boel. Lekker apres-skiën. Ja, apres-skiën, daar ben ik vooral heel goed in. Oh! Nou, we hebben weer een leuk potje, jongens. Zullen we het binnen afsteken? Ja, we gaan hem binnen afsteken. Ja. Maar het is nu 31 december, toch? Ja, tuurlijk, bro. Vanavond oud en nieuw. Ja, zo, ik ook heb er echt zoveel zin in. Jouw vlogs loop ik 3 dagen achter, toch? Ja, 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 sowieso. Oké, okay, ik heb geen idee wat de fuck dit is. Ik ook niet. Steek het aan. Kom. Dit is harder dan verwacht. Dit waren wij niet. De rook komt hier niet vandaan. Oh, die was hard? Pik, dat had ik echt niet verwacht. Dit zijn gewoon echt die dingen van... Hey, deze moet je in de schoen stoppen. Ja. Jongens, we hebben er dus nog 3. Ja. Ze waren het veel harder dan verwacht.
vanavond moet ook nog bewaren voor vanavond. Ja, we moeten wel even eentje vanavond. Ja, 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 want vanavond is natuurlijk... Zo, dat zal wat zijn, hè, als dit in huis gewoon afgaat. Deze was fucking hard. Ik zag hem niet eens, bro. Ik was bang. Maar ik zag nu pas dat er kleur bij zat. Maar nu pas. Kunnen we hier achteraf gezeik nog mee krijgen? Ja. Ik weet het niet. Maar ja, boeien, dan krijg je een boete. Fuck dat. Wij waren het niet. Nee. Maar mijn nieuwe haar staat me wel beter, hè? Ik niet zoveel. Vind je mij nu aantrekkelijk? Ja, allemaal. Oh, dankjewel, lieverd. Vind ik zo lief? Moet je dat wil je dus doen? Ja? Wat is dit voor flirtgedoe? Oh, hé, dus waar zat de politie hier? En daar? Wat is dit voor flirtgedoe, dit? Ik mag toch gewoon lekker flirten met jouw vriendin? Als ik dat nou leuk vind. Hey, El! Yo. Doe eens niet! Sorry! Laat me lekker flirten met haar! Doe eens even niet! Hoezo, je ziet toch overduidelijk dat ze mij gewoon ziet zitten? Maar doe niet zo stoer! Je merkt het gewoon aan alles. Alleen dat je Panamera hebt. Ja? Je bent de enige die dat wij een relatie hebben. Ja, snap je? Doei! Ja, staat die auto, ja, weet je, de politie daar. Nee, jij mag gewoon een keer, wil je een keer op date met L? Leuk voor video? Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar mag je dan ook zoenen? Ja. Cool. Doe maar, hoor. Is goed. Ja, vertrouw ik wel. Hi. Zo, jongens, we zijn weer terug. Maar we waren dus net vuurwerk aan het afsteken in de tuin. En dus is blijkbaar een buurman van Gio. Dus is blijkbaar een buurman van Gio en die heeft gebeld naar de politie of een melding gemaakt dat er mensen vuurwerk aan het afsteken waren. Omdat ze dachten dus dat mensen vuurwerk aan het gooien waren richting Gio's huis. Maar dat waren we zelf. Dus dat is niet zo handig. Wel echt fijn dat jij kan koken. Dat is wel chill. Dat we gewoon, zeg maar, nu gewoon bij jou thuis kunnen eten en kunnen koken. Ja, goed, hè? Dat je lekker voor mij kookt. Nou, was maar zo'n feest. Maar nu gaan we naar Loetje. Dus een nog groter feest. Zo, joh. Ik voor mijn gevoel ben ik echt al lang niet bij Loetje geweest. Ik echt vorige week nog. Oh. Nou. Ja, bro. Lekker, jongens. Maar ik heb echt wel een vaste klant, toch? Zeg maar. Dus, Dus wat wil je daarmee zeggen dat je dat. Ik heb daar ook een pas, zeg maar. Helemaal niet. Ja, ik kan gewoon gratis eten daar. Helemaal niet. Ja, die hebben ze me gegut. Dom. Nou, jongens, wij zijn onderweg naar Luce. Jongens, er rijdt een RSQ3 voor ons. Wat taal je daarvoor? Ook wel een tonnes, toch? Ook wel een tonne. Ik heb dat toen ingezeten, weet je nog? Bij Oscar Reper. Ik vind het ook een hele vette auto, jongens. Met 5 cilinder erin. Echt dik, hoor. Deze is ook mooi uitgevoerd. Nardo Grey. Ja, mooi. Echt dik. Nog een beetje romantisch. Goh. Bro, mijn boterkipjes. Jezus, hoezo heb je dat erbij? Alsof dit niet genoeg boter is. En dan ben je ook nog boter erbij. En extra boot. Oh, lekker, hoor, jongens. Nou, dit gaat wel in. Gaat het goed? Wat? Maar gaat alles wel goed daar? Ik wil eens zeggen, jongens, we zijn weer terug bij Gio thuis. We hebben lekker gegeten. Heb je lekker gekakt, maat? Even uit, toch? Maar ging het er wel, kwam het er, zeg maar, wel biefstuk gewoon... kwam er gelijk uit. Het was niet eens vies, gewoon. Het was gewoon gestreden dat biefstuk aan hem kont komen. Dus Jus had hem eraan. Bah. Nou, jongens, wat ik al zei, we zijn weer lekker terug met Gio. We zijn nog een beetje aan chillen hier. En ik ga zo weer lekker richting huis. En dan ga ik lekker slapen. Want morgen heb ik een meeting samen met Gerard bij Sony Music. Voor de muziek en wat ik al zei, dit jaar ga ik knallen, jongens. Kijk, ik heb natuurlijk nu spullen al hier bij Gio liggen, omdat ik hier sowieso vaker ga komen. Maar we zijn nog een beetje aan het twijfelen of het misschien wel... Zal ik even voor jou, anders verdien je geen geld met je video. Dat is ook zo zielig. Je hebt zorg nodig. Ja, 7 euro is wel chill. Ja. Maar goed, wat ik wilde zeggen, zeg maar, we weten nog niet zeker of we nou echt gaan samenwonen of het handig is. Ja, wat handig is. Dus, maar het is sowieso alvast een paar spullen hierheen, want ik ga je sowieso vaker zijn. Maar het is gewoon nog eventjes checken of het allemaal wel handig is, of het allemaal wel, of het allemaal wel in de situatie. Ja, je weet dat je Ella gewoon moet afstaan als je hier komt wonen, bro. Nee, dat is niet waar. Alleen het is meer gewoon, zeg maar, dan moet Ella ook hierheen komen. En het is allemaal toch, je moet opeens wel over veel dingen gaan nadenken. Dus we zijn nog een beetje aan het twijfelen, maar als we meer weten, laten we het al weten. Ja, zo is het. Helemaal goed. Nou, ik ga de vlog weer even uitzetten. Hey. Tot ziens. Aito. Hè? Tot ziens. Groetjes aan de kids.
Zie je. Hoi. Ik ga lekker mijn auto instappen. Zo, ik moet mijn auto wel een keer door de wasstraat halen, want hij is weer echt helemaal vies. Natuurlijk door vakantie van de autobaan. Zo jongens, het was weer gezellig met Gio. We hebben lekker gegeten, we hebben lekker gechilled. We hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel gedaan vandaag, maar het was gewoon vooral, ja, wat ik zei, gewoon lekker chillen. We zaten in de studio, een beetje muziek luisteren. Prima dagje zo jongens, ik ga lekker richting huis. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Sorry, spijt me jongens, het spijt me. Maar vond je nou een leuke video, vergeet dan niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe vlog. Doei!